Op de plekken in bussen waar vroeger de koningin Emma school gebruik van maakte, komen woningen voor diverse doelgroepen. Vrije sector, sociale huur, woningen voor kleine huishoudens en mensen met een zorgbehoefte. Daarnaast moet er voldoende ruimte overblijven voor kinderen om te kunnen spelen. Vanaf het begin werden buurtbewoners en belanghebbenden betrokken bij de plannenmakerij. Onder meer tijdens een uitgebreide puzzeldag in mei 2022. Hoe. In welke verhoudingen en aantallen en wat moet waar komen, werd uitgebreid besproken. Met al die input is er nu het stedenbouwkundig programma van Eisen, wat door de gemeenteraad half mei moet worden vastgesteld. Daarna kan begonnen worden met het ontwerpen van alle nieuwbouw. Naar verwachting zijn dan de eerste onderdelen van het nieuwe buurtje eind 2025 klaar.